In deze video gaan we u laten zien hoe dat de nylon kabelbinders in combinatie met de kabelbindertang gebruikt worden. Deze kabelbindertang is geschikt voor kabelbinders met een breedte van 2,5 mm tot en met 9 mm breed. Plaats de kabelbinder op de gewenste positie en steek het uiteinde door de kop van de kabelbinder. Het makkelijkste is het om de kabelbinder alvast zo ver mogelijk handmatig te sluiten. Daarna neemt u de kabelbindertang en zorg dat het kleine handvat onder ligt. U kunt via de onderzijde de kabelbinder in de kop schuiven. En door nu telkens het grote handvat in te knijpen, wordt de kabelbinder steeds strakker aangetrokken. Op het moment dat u voelt dat u de juiste spankracht bereikt heeft, knijpt u het kleine hendeltje in en daarmee wordt de kabelbinder afgeknipt.